moet wel zeggen dat ze in de tweede helft hebben ze daarnaast misschien nog één kans gehad. Hè. Dus ze hebben niet zoveel gehad. Ik denk dat ze in totaal 2-3 kansen hebben gehad. En dan scoren ze 2 keer uit. En ik denk dat wij 8 kansen hebben gehad en we scoren 1 keer. Ik vind persoonlijk dan wel het heel netjes afsluiten en heel positief blijf. Wordt een beetje een repeterend verhaal. Hè. Laag tempo, mag niet gebeuren, andere afspraken. Nou, als ik nou zeg, we sluiten nou het seizoen af. Hoe kijk je nou naar jouw periode terug? Heel lastig, hè? Want ik denk dat we goed begonnen. We zaten in de flow voor de winterstop en hebben we goed doorgezet. Dan kwamen we eigenlijk de 3 wedstrijden tegen de eerste 3. En die verloren we alle 3, waardoor er weer reuring ontstond. Hè? Binnen de club en de selectie. En we hebben dat toch weer recht kunnen krijgen door weer 3 keer te winnen. En daarna hebben we eigenlijk gewoon ondergepresteerd, vind ik zelf. Ik mag niet zeggen dat ik met dit materiaal eigenlijk niet het eruit gaat of wat erin zit. Ja, dat vind ik lastig. Vind ik moeilijk, want ja, dat is wel zwart-wit, denk ik. Hè, omdat je moet ook kijken van los van kwaliteiten aan de bal, moet je ook kijken, heb ik voldoende kwaliteiten daaromheen. Voldoende kwaliteiten ook om zonder bal iets te kunnen brengen. En ik denk dat daar toch wel een disbalans in zat. Kijk, als je puur 1-voor-1 kijkt, hebben we gewoon heel veel hele goede voetballers. Alleen niet iedereen heeft ook het karakter om, als het iets minder gaat, de boel op sleeptouw te nemen. En ik denk dat daar een disbalans in zit, dat we te weinig van dat laatste hadden en te veel goede voetballers. Dan kan het gaan zoals het gaat. Tuurlijk, je wil altijd meer uithalen dan erin zit. En dat is in fases ook laten zien, denk ik, vanaf januari. Maar in fases hebben we dat ook niet laten zien. Mag ik zeggen dat eigenlijk het kantelpunt DDS geweest is? Nee, vind ik niet. Want daarna wonnen we 3 keer op rij. Hè. We verloren daarna nog LSC. En daarna wonnen we gewoon 3 keer op rij met uit. Bij Achilles vond ik echt een uitstekende wedstrijd. Dus ik vond niet dat daar een kantelpunt lag. Omdat je dan denkt, als er een kantelpunt lag, dat het daarna alleen maar minder ging. En dat vond ik eigenlijk niet dat dat zo was. Dus de conclusie is, we staan waar we staan. En volgende week nog 1 wedstrijdje en dan op naar het nieuwe seizoen. Ja, en ik hoop, komt nieuwe energie, een nieuwe staf. En dat levert altijd, zeker in de beginfase van een seizoen, levert dat gewoon positiviteit op. Iedereen gaat weer voor zijn plekje knokken. Een nieuwe start voor iedereen. Dus ik denk dat dat uitstekend is voor Bennekom om volgend jaar zo te starten. En hopelijk is die selectie zodanig samengesteld dat je ook in de winnaars, dat je wat meer balans hebt in winnaars en hele goede voetballers. En wat gaat Ronald zelf doen? Op dit moment sabbatical lijkt het op. Ik heb niks op het moment, dus ik denk dat ik een jaartje niks doe. Dat zal het zijn. Nou, dan wens ik je met niks doen heel veel succes. En we gaan zelf horen waar het schip strandt. Dankjewel.